Martin Bosma. Voorzitter, woorden naar mijn hart. Een pleidooi van GroenLinks voor de integriteit van het openbaar bestuur. Nou levert GroenLinks zelf ook mensen in de top van het openbaar bestuur. Bijvoorbeeld de burgemeester van Amsterdam. En die heeft haar ambtswoning veranderd in een wapenopslagplaats. Die heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad waarin ze het openbaar ministerie op het verkeerde been zet. Toevallig met betrekking tot een familielid. En die heeft hele belangrijke zaken rondom een strafzaak onder de pet gehouden. En deze minister die was er als de kippen bij om te zeggen, ja, dat is allemaal privé. Ik vond het nogal raar. Vindt de fractie van GroenLinks dat alles wat Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, gedaan heeft in die zaak, dat het allemaal past binnen de integriteit van het openbaar bestuur waar mevrouw Özertok het zojuist over heeft? Mevrouw Özertok. Voorzitter, als het gaat om wat er in Amsterdam is voorgevallen, dat hoort eigenlijk daar thuis. En we hebben hierover een burgemeester van Amsterdam. Er loopt al een onderzoek naar het hele gebeuren. Dus wat mij betreft moet die discussie in de gemeenteraad van Amsterdam gevolgd worden en niet hier. De heer Martin Bosma. Nee hoor, die kunnen we gewoon hier voeren, want deze minister, die er nu niet is, die heeft meteen getweet, het is allemaal privé, dus die gooide meteen de mantel der liefde eromheen. Nou ja, goed, even iets anders dan, het zij zo. Ik herinner me een debat, dat werd toevallig gevoerd door Femke Halsema. En mevrouw Halsema, die stond op de plaats waar u nu staat, die voer uit tegen allerlei Kamerleden van mijn fractie. Dat was net in het begin van de gedoogperiode. En mevrouw Halsema deelde mee dat allerlei Kamerleden van de PVV weg moesten ophoepelen. En zij lanceerde toen de Femke Halsema-doctrine. En die houdt in dat een politicus die in opspraak is, dient te verdwijnen. Dus niet een strafrechtelijk argument, maar een politicus die in opspraak is, dient te verdwijnen. Dat vindt mevrouw Femke Halsema, dat vindt blijkbaar uw fractie, de fractie van GroenLinks. Mijn vraag is, vindt de fractie van GroenLinks dat nog? En is GroenLinks het met me eens dat mevrouw Halsema nu in opspraak is? Mevrouw Özertok. Voorzitter, het is lang geleden, begrijp ik, als het uit de woorden van de heer Bosma, het incident waar de heer Bosma over heeft. Ik was er niet bij, dus ik denk dat dat ze het ook bij het verleden moeten laten. Ik wil eigenlijk doorgaan met mijn bijdrage. Ja, de heer Bosma. Nou, nee, zo zijn we niet getrouwd, voorzitter. Gelukkig niet. Nee. Voorzitter, want het is toch niet zo dat de woorden van de GroenLinks-fractie een soort beperkte houdbaarheidsdatum heeft. Mevrouw Halsema, de leider van uw fractie, weliswaar weg, maar ik neem toch aan dat die woorden van langer belang zijn dan de tijd dat ze hier rondloopt, heeft gewoon gesteld, een politicus in opspraak moet weg. Dat is de Femke Halsema-doctrine. Femke Halsema is in opspraak als burgemeester van Amsterdam. Dan is het toch logisch dat de fractie van GroenLinks, die af en toe toch ergens een heel klein beetje consistent kan zijn, nu zegt, ja, de Femke Halsema-doctrine geldt nog steeds. En inderdaad, Femke Halsema is in opspraak en moet dus aftreden. Bent u dat met mij eens? Mevrouw Özertok. Absoluut niet. Ik denk dat als het gaat om de burgemeester van Amsterdam, die discussie echt daar thuis hoort, voorzitter. Dus de heer Bosma kan wel proberen steeds het spelletje hier naartoe te halen, maar daar trap ik niet in. Wilt u niet zozeer intrappen, maar u durft het gewoon niet aan. U begint zelf over de integriteit van het openbaar bestuur. De integriteit van het openbaar bestuur. En kijk eens wat die GroenLinks-burgemeester in Amsterdam doet. De zaak onder de pet houden, onjuiste informatie naar het openbaar bestuur. De ambtswoning, niet haar privéwoning, haar ambtswoning omvormen tot een wapenopslagplaats. En dan onwaarheden vertellen. Als u het heeft over de integriteit van het openbaar bestuur, vind ik het allemaal hartstikke leuk. Maar steek de hand eens in eigen boezem en spreek u eens uit over de burgemeester van Amsterdam. U begint zelf over de integriteit van het openbaar bestuur. En waar is de integriteit van het openbaar bestuur in Amsterdam? Leg me dat nou eens één keer uit. Mevrouw Özertok. Voorzitter, tot op heden is er, als het gaat om de integriteit van burgemeester van Amsterdam, is daar geen twijfel aan mogelijk dat dat goed zit. Het zijn de belevenissen en waardeoordelen wat de heer Bosma zelf doet. Dus het lijkt me die discussie lijkt me echt bij de gemeenteraad van Amsterdam thuis horen. Gaat u verder. Voorzitter.